Nou, mijn naam is Erik Borst. Ik rij in een Nissan Primera Wagon uit 2003. Met bijna 266.000 kilometer op de klok. En we zijn onderweg naar de keuring voor de autoweek Klokje Rond. Ik ben benieuwd wat Henny ervan gaat vinden. Achter me zie je Nissan Primera op de brug. Hij is van Erik Borst. Het is een diesel met 265.000 kilometer op de teller. Deze auto was eigenlijk het eerste wat voortkwam uit de samenwerking tussen Renault en Nissan. Het was tevens de laatste Primera. Dus we gaan eens kijken wat dat te betekenen heeft. Hier, die balk. Hier lekt hij. Ja, maar dat is de intercooler, zeg maar. Normaal dan moet je hem eigenlijk zo rond kunnen draaien. Dus hier zit een heel klein gaatje. Zie? De bak die lekt heel iets zuur uit deze kering. Daar zou je ook wel even een keer wat aan doen, want dan straks het vet eruit. Dus dan ga ik die omknikken. Ja, voor zal omgaan, want die bakken zijn 50%. Als ze dat bij de beurt niet even gedaan hebben, dat snap ik niet. Normaal gesproken zijn ze daar wel gek op, maar die stangetjes die kosten nog een paar cent. Nou Henny, een Japanse auto met een Renault diesel. Hij is net over de 2,5 ton, dat moet hij kunnen hebben, toch? Ja. Zeker, zeker. Ja. Nou, een paar probleempjes gevonden. De stabilisatorstang, de bevestiging, zeg maar, de lichte speling op de kogeltjes. Ja. Nou, de motor, die een beetje olielekkage, transmissie een beetje olielekkage. Turbootje en inlaatsysteem een beetje oliesporen. De aandrijfas links, de homokineethoes, zeg maar, die zit een klein scheurtje in. Okay. Moet wel even naar gekeken worden. Ja. Is ook APK afkeur. En voor de rest, de voorste dwarsbalk, zeg maar waar de radiateur op staat, ja, die is onderhevig aan roest. Okay. Dus dat is wel zaak dat het even schoongemaakt wordt en opnieuw even in het tactiel. Ja. Want anders dan roest hij door. Ja, dan roest hij van het voorjaar, dan kan je hem niet weer terug. Nee, nee, nee. Hey, als ik een nieuwe auto zou moeten kiezen, is zo'n Primera niet de eerste waar ik aan denk? Wat heeft deze auto voor jou dat andere auto's niet hebben? Deze is wat bijzonder qua vormgeving. Daarom wilde ik hem wel hebben, ik vond hem erg leuk. Ja. Met de klokken midden in het dashboard en een beeldschermpje met al gadgets. Ja. Ik hou wel van wat gadgets, dus vandaar. Oké. Okay. En komt daar ook die camera vandaan, hier op je voorruit? Ja, dat is ook meer voor de leuk. En voor als je een schade rijdt, dan heb je in ieder geval het bewijs dat het niet in jou ligt. Ja, precies. En dan zeg je al, het dashboard ziet er natuurlijk heel apart uit. Hè? Het is een soort van ruimteschipachtige indeling bijna. Maar is het ook handig in de praktijk? Ja, ik vind het gewoon handig. Ja, ik heb er geen enkel probleem mee. Het is in het begin een beetje wennen. Maar daarna weet je niet beter. Het enige is dat de passagiers wat te veel mee kunnen kijken soms. Dan zit je vrouw te letten op hoe hard je rijdt. Niet zo hard, niet zo hard. Ja. Nou, heeft Henny gezegd dat het nog goed is naar 265.000. Hoe ver wil je er nog door mee gaan? Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe lang die goed blijft. Ik denk toch eigenlijk nog wel een ton bij op te kunnen zetten. Ja. En ja, als het dan nog steeds goed is, wie weet nog wel eentje. Ja. Nou ja, met zo'n diesel moet je het kunnen. En Renault 1.9 diesel staat volgens mij best betrouwbaar bekend. Dus waarom niet? Ja. Dat vind ik ook. Dus dat gaan we proberen. Ja.